Hallo jongens, leuk dat jullie weer kijken naar ons nieuwe deel van Mario Luigi Dream Team Bros. Waar ik uiteindelijk Bowser's Droom ben binnengekomen. Nou ja, Bowser's Droom. Van Bowser's Nieuwe Kasteel om Kamek binnen te... te pakken te krijgen. Maar goed, we zijn dus... in het vorige deel hebben wij proberen een schakelaar te vinden om Dromenland te openen. Dus, tja, het is ons gelukt. En nou moet Kamek ergens hier in de buurt zijn. Maar goed, daar zit het nu nog niet. Ik zie hier een Goldabini. En dat zal fijn zijn als ik die ga verslaan. Dus, eens even kijken wat wij nu daarmee van maken. Oké, dan heb ik een tip voor jullie. Als dat ding rood wordt, die Golden Bini, dan springt hij. Dan springt hij. Dus dan moet je niet op tijd met je hamer slaan, want anders verlies je wat HP. En dan vlucht hij de volgende beurt. Ah, nee. Let er niet op. Weet je hoe dom dat is? Ja, inderdaad, heel dom. Dus nou heb ik geen goede aanval. Goed. Ja, inderdaad. Soms zijn mijn aanvallen niet al te best. Nog een keer. Tja, en dat is niet goed verlopen. Dus ik denk dat hij hierna gaat vluchten. Maar welke aanval kunnen we nog meer eigenlijk doen? Luigi-toren? Ja, hij gaat vluchten, sowieso. Hoppa. Nee. Nou. Ja, nice. Oh nee, wat doe ik? Oh nee. Het gaat niet echt heel erg goed. Een oké zelfs. Ja, het duurt heel lang om deze jongen te verslaan. Hij heeft iets van 500 HP, hè? Dus ja, dat is inderdaad best wel veel. Maar goed. Niet verslagen. Jammer. Daar hebben we onze volgende nieuwe tegenstander. En dat is... Hoe heet die ook alweer? Mecha Koopa. Hebben jullie ook gezien in Nieuw Super Mario Bros. Z? Oh jee, maar deze jongens hebben echt een hele moeilijke aanval. Ja, sorry. Mijn stem is af en toe best wel schor vandaag. Dus ik kan vaak... Ja, inderdaad. Dat herkennen jullie wel een beetje van mij nu. Ah, nee. Oh, lol. Goed. Nou, de makkelijkste manier om deze jongens te verslaan is Luigi Obal. Daarmee kun je ze in één keer verslaan. Dus, moeten we dat maar doen, hè? Goed. Ja, bij deze aanval doe ik eigenlijk gewoon altijd perfect. Omdat dit ook een van de makkelijkste duo-aanval is van Dromenland. Als ik het goed heb. Kijk dan, allemaal verslagen. Als je een perfecte bal hebt. Met een beetje EP erbij. 1152. Een beetje. Dat noem ik eigenlijk best wel veel. Hier, daar heb je hem. Come back. Oh jee. Hij komt zelfs daar naartoe. Ja, wat moeten we hiermee? Oké, nou dan gaan we toch nog een keer deze jongens verslaan. Zo moeilijk zijn ze niet dus. Als je het trucje weet, dan versla je ze zo in één keer. Dat trucje wat ik ze net liet zien. Nou, ja, inderdaad. Dit is een van de moeilijkste aanvallen van Mario & Luigi Dream Team Bros, vind ik. Je moet zo'n vuurbal ontwijken terwijl je loopt. En je moet tegelijk ook nog eens springen. Van een normale tegenstander dan. De moeilijkste aanval. Pff,
en ik ben tegelijkertijd ook nog eens heel verkouden, dus dat is heel kut. Die hoort me ook wel snuiven vandaag, in dit deel. En zo straks in de livestream. Die niet zo lang gaat duren vandaag. Goed. En we hebben weer het EP verdiend. Dus, nou, ik moet zeggen, het loopt best wel goed nu. Wacht even, dit zijn gewoon weer dezelfde. Jullie hebben het wel gezien, hè? Oké, nou, ook verslagen. Jongens, hebben jullie trouwens gezien dat ik mijn titels van de rest van de Let's Plays heb ik allemaal een beetje veranderd. Het was eerst een gameplay, maar dat klonk toch niet zo erg mooi. Dus heb ik een Let's Play van gemaakt. Nou ja, Let's Play. Ik heb de naam gewoon in plaats van Nederlandstalige gameplay van Mario Luigi Dream Team, heb ik veranderd naar gewoon Nederlandstalig. En Dream Team Bros, dat was het ook eerst. Mario Luigi Dream Team Bros, daar heb ik nu Dream Team van gemaakt. Dus een flinke verandering vind ik nog wel voor mezelf. Nee. Ja, jammer dan. Dit is ook een hele moeilijke aanval. Vind ik dan. Hoeven de anderen niet te vinden hoor. Maar goed. Dus zoals altijd, deze jongens moet je ook met de Luigi-bal verslaan. Dit is toch een van de makkelijkste manieren om je level up te gaan. Om level up inderdaad te gaan, dat bedoel ik. Dat bedoel ik eigenlijk tegelijk met grinden. Oh, er blijft er nog maar eentje over. Daar, ik kan niks meer doen, hè. Dus, doen we de hamer. Oh, fuck my life, hij leeft nog steeds. Tja, en nu niet meer. Nou, weer kijken hoeveel EP je van deze jongens verdient. 1273, 1100 nog wat dus. Ja, van de andere jongens. Maar echt heel veel in ieder geval. Kom maar. Wow, direct. Dat wil ik zeggen. Oh, kiek. Oh, we kunnen gelijk aanvallen. Kijk eens aan. Dat levert dan veel meer EP op. Dan ik had verwacht. Dus dat kun je ook nog doen. En zoals ik gisteren al zei, ik heb mijn Nintendo een beetje schoongemaakt. Die schermen, daar werd mij nogal gevraagd. Een keer. Ja, ik heb die Nintendo van mij heb ik 2 maanden een vies scherm laten krijgen. Dus ik bedoel, gewoon 2 maanden niet schoongemaakt. En dat moet ik zeggen, dat was eigenlijk wel een beetje te lang voor mij geworden. Goed, gaan we naar het volgende deel van dit deel in Droomland. Volgende, ja, gebied. Kijk, alweer een Luigi illusie. Ik zal je verlichten indien je vragen hebt. Goed. Nou, dan gaan we de Luigi illusie in. Dus, wat is dit? Hey ho, wauw! Dit ding zweeft! Hey, wat gebeurt er allemaal naar binnen? Wow, anti-zwaartekracht. Dit is... Wacht, de zwaartekracht is weg. Mario, kun je bewegen? Ja, dat kan natuurlijk wel. Zo te zien kun je alleen een beetje ronddraaien met de draaiknop. Probeer eens te zwemmen, kun je dat? Ja, dat kan dus wel. Ook. Vlichtend. Luchtzwemmen. Fascinerend. Het voelt misschien raar. Maar blijf kalm. Blijf gewoon gestaag verder zwemmen. Goed. Dan hebben we dit. Tja, de blokken openmaken. Zeg maar.
gewoon zoals wat ik altijd doe. Oh, ik moet hier. Ja, inderdaad, zo kan het ook. Opfriskruid. Hoppa. Oké, okay, nog een blok. Ik ga wel een beetje harder trouwens. Oh, kom op. Ultra smoep. Nice. Daar heb ik wat aan. Goed. Dan hebben we het volgende gebied. Oh, we hebben dit weer. De rode muntjes pakken voordat de tijd om is. Maar dat is voor mij niet zo heel erg moeilijk. Dus. Dit oranje blok aanraken. En die dingen gaan open voor jou. Goed. Nou, die pijp binnen. En dan kom je hier. Het is een soort race. Of een soort minigame. Wonderpinda. Oké. Okay. Oh, eens even. Mario. Ga terug. Ik zie het duidelijk. We kunnen de vloer gebruiken. Oké. Okay. Wat kunnen we met deze vloer doen? Druk op A terwijl je de draaiknop in de richting van de vloer houdt. Hoppa. Kiek hem gaan. En zo zal het zijn. Op deze manier kunnen jullie springen met extra kracht. Nou, oké. Okay. Bedankt, Dribet. Oh, ik dacht dat dat een glitch was. Dat je daardoor kon. Maar dat was niet zo. Dus doen we het op deze manier weer. Hier. Zo, die weg is ook geopend. Zijn we halverwege nu zo'n beetje. Wonderpannensoel. Nou, ik heb er niet echt heel veel aan, maar goed. Oh, nee. Zo gaan we dit even niet... Oh, joh. Het gaat helemaal wild zo. Zo, die pijp weer binnen. En dan zijn we hier. Met een hoop tegenstanders. Waarvan ik ga overslaan. Oh, wacht eens even. Ik heb ze de nieuwe aanval nog niet laten zien. Wow. Nou ja. Sorry jongens. Ik had even niks door. Maar goed. Excuus voor de kleine pauze. Oh nee. Nee. Ik ga dood. Oh, oké. Okay. Het viel nog mee. Ik heb niet zoveel HP meer. Oké, okay, ik heb gewoon iets overgeslagen, want anders duurde het ietsje langer, zeg maar. Alleen voor deze keer. Ik wist niet dat ze nog een aanval hadden. Ja, dat wist ik wel, alleen was ik even vergeten, zeg maar. Oeh, dat ging nog net goed. Maar goed. Nu zijn we weer hier. En we hebben Mario level up. Nou, welk level? 34 alweer. Nice. Dus, wat gaan we verhogen? Nou, dit niet. Dat ook niet. Nou, we hebben niet zo heel veel meer. Laten we... De aanval is heel hoog. TP is ook redelijk hoog. Laten we de defense iets verhogen. Oké, plus 3. Vind ik wel genoeg tot nu toe. Oh, wacht even. Ik moet Mario weer wat herstellen. Die had nog maar 10 HP. Dus dat is een beetje weinig. Nou heeft hij weer 168. Zoals zijn maximale HP, zeg maar. Daar hebben we de Mecha Koopa weer. Oké, ik sla gewoon niks over. Wow, dit zijn er veel. Dit zijn er echt heel veel. Ah, mispoes in één keer. Nice. Oké, deze aanval begint makkelijk te worden. Oh nee, toch niet. 20 HP verloren. Nee. Oh, dit is echt een beetje
bucky, zeg maar. Ik probeer te springen, maar soms gaat dat niet. Oké, het lijkt er gewoon meer dan we er zijn. Laten we, laten we deze keer gewoon Luigi Yohama doen. Want misschien lukt dat ook wel. Ja, zo net was hij even niet goed gegaan. Omdat ik dan mogelijk niet draaide en zo, met die hamer. Heen en weer zwaaide. Zodat hij ineens kapot ging. Hoppa, wow. Oké, dit zijn er... Oh jee, niet dit weer. Oké, dat was de enige. Ja, ja, nice. Oké, nou dan kon ik niks mee, want ze leven allemaal nog. Dus, hamer. Zoals jullie zagen, dan was de Luigi-hamer niet zo handig aanval. Kutzooi. Ik raak soms in verwarring. Mon de Jus, zeg. Oké. Doen we gewoon nog een keer zo. Oké. Nou blijven er nog maar 6 over. Dus die gaan dit doen. Deze aanval komt ook voor een Paper Jam trouwens. Oké. Dit is dus de niet handige manier om Mecha Koopas te verslaan. Leek net dat die vluchtte, die Mecha Koopa. Die laatste. Ah! Gouden hamer. Zo! Luigi is ook level 34. Ah, kijk. Luigi's HP gaat iets omhoog. Nice. 211 HP op dit stuk. Dat is echt superveel. Yo. Op dit stuk had ik normaal eigenlijk iets van 190 HP of zoiets. Met Luigi. Nee, laten die maar even zitten. Oh, er zijn er nog heel veel. Wat gaan we doen? Dit. Daar zijn we dan weer. Ik heb de EP niet laten zien, maar... Oké, hier zijn de blokken. Hier zit nog een paar troepen, volgens mij, hier alles te bewaken. Dus wij springen er lekker overheen. Kan ook wondersiroop. Oké. Oh, ja, eroverheen. Nice. Ik ga niet alles verslaan, anders duurt het een beetje te lang. Over die spijnen kunnen we ook wel heen springen. Ja, daar zijn Mario en Luigi dan voor. Oh nee, we kunnen hier niet langs. Dus we zouden een minigame moeten doen. Oké, nou dan doen we dit. Anti-zwaartekracht instellen en dan zwemmen weer. Oh, dat ging nog net goed. Oh, had ik even niet gedacht. Maar oké, we zijn al heel ver. Eigenlijk al een beetje te ver, zodat we er eigenlijk al zijn. Lol, Luigi kan springen. Dat ziet er best wel lachen uit. Maar goed, nu zijn we dus klaar. Ik bedoel, de Luigi-illusie kan springen. Oké, oh nee, dit is eigenlijk helemaal niet nodig, want we gaan deze pijn in. Goed, dan hebben we deze Lakitu nog om te vechten. Die gaat er nu aan. Oké. Aha, kiek is aan. Dus dan kunnen we dit weer doen.
En zo had ik ze in één keer. Zo makkelijk is het. Een wonderpaddenstoel. Oké, 1072 EP. Goed genoeg. Dus, wij gaan weer zwemmen. Zoals wat ik zo net deed. We hoeven niet dat hele stuk meer te doen. Dus we hebben hier een blok. Laat het dier eens even. Goed. Dat is dus geopend. Laten we Luigi hier uithalen. En laten we eens even nog iets refreshen. Mario weer een superpaddenstoel geven. Die heeft bijna geen HP meer. Nou ja, ietsje meer dan de helft, maar dat is niet genoeg. Laten we ook onze DP even refreshen. Want zoals jullie weten, is onze Kamek, waar we zo langskomen, een gevecht. Ja. Oké, we gaan erin. Ook even opslaan. Ik denk dat het net zo handig is. Goed, nou dan zijn we hier. Wat krijgen we nu? Jullie durven tegen mij op te nemen? Ik zou nooit van jullie verliezen. Zeker niet hier. Ten aanval. Oké dan. Nou, wij gaan beginnen. Tegen deze Kamek. Oh, moet je kijken wat hij allemaal doet. Ja, ik weet wie het is. Oh jee. Oh jee. Fuck my life. Deze jongen is echt heel sterk. Ah, hij laat zelfs wel even zien waar hij hier de echte is. Dus, wat gaan wij doen? Laten we even kijken. Luigi-o pinball doen. Of terwijl Luigi-o muur, onze nieuwe aanval. Ah nee, ik doe het niet goed. Nou, in ieder geval, die twee zijn weg. Hoppa. Zo, kon ik daar overheen springen? Jouwe. En hij liet weer zien wie die echt was. Luigi-o. Ja, ik wil wel een duo aanval doen. Ja, ik weet niet welke ik moet doen. Laten we de Luigi-o hamer doen. En nu. Zal we houden. Wat? Oh, ik moest op B drukken. Ik drukte per ongeluk op A. Oh, nee. Alsjeblieft niet deze aanval. Ik weet totaal niet wat ik hiermee moet doen. Wat? Oh, nou zie ik het. Oké, maar die aanval die is echt heel moeilijk. Laten we nog een keer Luigi hamer doen. Ja, die ging zo net alweer niet goed. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik drukte waarschijnlijk de verkeerde knop in. Of ik wachtte te lang. Maar goed, tot nu toe zal alles goed gaan. Zie je, 315 HP verloren. Oh, hij gaat nog... Oh, wat... Oh, dan zie ik het. Wat? Red, oké. Ik wist totaal niet wat ik hiermee moest doen, maar ja, ik had er 2 van de 3. Ben ik nog best wel tevreden mee eigenlijk. Oké, weer hetzelfde aantal HP als net. Dan gaat hij aanvallen. Oh, volgens mij is dit weer. Wat?
Wat? Oh nee, Mario moet restoren. Laten we hem een wonderpaddenstoel geven. Hij had maar heel weinig HP, dus dat is niet zo heel erg best. Oh ja, dit weer. Oh jee, nou gooit hij de 4. Kut. Hoppa! Ik heb de 3 van de 4 vernietigd. Dat is beter dan niks. Beter dan 2 zelfs. Oké. Dan hebben we nog een keer. Hij gaat nog een keer aanvallen. Oh, nou, oké, ik weet het. Ik weet het. Zo, leuk hoor. Hij heeft me 2 keer geraakt volgens mij. Of zelfs 3 keer. Ik weet niet. Maakt niet uit. Ik heb in ieder geval nog wat HP over. Dat is mooi. Zo. Gaat hij nu... is hij nu dood? Wat krijgen we nou? Hij leeft nog steeds. Hoppa! Alle 4 ontweken. Oké, en nu? Volgens mij heeft hij bijna geen HP meer, dus... Laten we de schoenen doen. Oh, kijk. Oh nee, wat krijgen we dan nog weer? Hij gaat niet dood, hij vlucht gewoon. Nou, hij kan de hele tijd met hem lopen vechten. Vlucht hij. Kiehou! Maakt niks uit. Ik vlucht gewoon naar een andere dromenland. Maar de volgende keer neem ik jullie te pakken. En weg is hij. Heel goed. Ik voel dat er misschien is veranderd in de wakkere wereld. Laten we teruggaan. Oké, dan kunnen we dus hier teruggaan. Goed dan. Nou, daar eindig ik ons deel hiermee. Nou ja, moet er nog een kleine cutscene volgen. Dus, dan zijn we al hier. Zo. Ja, alles is opengemaakt nu. Kijk eens. De deuropeningen lijken hetzelfde zijn. Oké, laten we gaan. Goed, volgende gebied, even snel. Ja, sorry. Ik weet inderdaad. Soms kan ik best wel raar zijn. Ik weet het. Maar goed, dan zijn we hier. En dan eindig ik mijn deel voor vandaag hiermee. Dus allemaal weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren in de comment te zetten wat jullie van deze video vonden. En voor de rest heb ik niks meer te zeggen. Heb nog een fijne dag en zie ik jullie zo straks in mijn stream. Zeg ik weer hetzelfde als gisteren. Die stream komt eerder online dan deze Mario Luigi Dream Team Bros gameplay. Let's play. Maar dat maakt niet uit. Allemaal nogmaals bedankt voor het kijken. En een fijne dag nog. Laters!